Campinggasten worden steeds brutaler in de jacht op een vakantieplek. En gaan zelfs stiekem op campingbezoek. Daar zijn onze faciliteiten niet op berekend. Goedenavond. 10 jaar cel, dat is er geëist tegen de verdachte van het doodsteken van Shelley. Ruzies en razernij waren volgens de verdachte aanleiding om zijn vriendin om te brengen. En een megavangst van 12.000 Amerikaanse rivierkreeftjes die amper te bestrijden zijn. Ja, je zal waarschijnlijk één keer in de 2-3 jaar, misschien een aantal weken, achter elkaar moeten vangen, helaas. Door de verscherpte coronamaatregelen en de laatste ontwikkelingen rondom de Delta-variant wordt het nog drukker op de Gelderse vakantieparken en campings. Ook de Veluwe wordt druk bezocht. Om al te grote drukte te voorkomen, neemt een campinghouder in Hoenderlo maatregelen. Want mensen willen wel erg graag op vakantie, sommigen zelfs stiekem als daggast. Het worden te veel daggasten, vermoeden wij deze zomer, omdat mensen niet naar het buitenland kunnen. En gaan ze in hun kennissenkring kijken van wie staat er op een camping. Dan gaan we daar een fijne dag naartoe. En ja, daar zijn onze faciliteiten niet op berekend. Pas geleden een anekdote van een recreatieondernemer. Die had geconstateerd dat zijn gasten naar het dorp reden om daar de daggasten op te laden. En dan werden ze in de kofferbak meegenomen de camping op. Wat vindt u daarvan? Ja, dat kan natuurlijk niet. De camping neemt nu maatregelen en voert een armbandjesysteem in, zodat er nooit te veel daggasten zijn die de ruimte innemen voor de andere betalende gasten. Mensen zonder polsbandje horen dan op dat moment niet op de camping. Wat betalen daggasten en waarom is registratie belangrijk? Ja, een daggast betaalt maar 3 euro per dag. Maar registratie vinden wij belangrijk, omdat ja, bij calamiteiten moeten wij toch weten wie we in huis hebben. Ja, als je natuurlijk extra daggasten krijgt, wordt het drukker bij het zwembad. We willen die 1,5 meter blijven handhaven. Wat vindt u van de draag van het polsbandje? Nou, erg goed. Alles wat gedaan kan worden om die corona te beperken, moet gedaan worden om afstand te houden met elkaar. Nou, ik vind het een prima idee. Zo kun je duidelijk zien van wie hoort hier thuis en wie hier niet. Alleen lastig dat ze eenmalig vastzitten en dat is het. En 's nachts niet af kunnen. En het is niet zo druk in het zwembad. Dus dat is fijn. Op onze site gld.nl meer over de laatste ontwikkelingen rondom het virus en wat verder belangrijk is om te weten. 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is vandaag geëist tegen Tony E. uit Ede. Vorig jaar juni bracht hij zijn vriendin Shelley op zeer gewelddadige wijze om het leven. Tony E. doodde de 22-jarige Shelley op 23 juni vorig jaar, waarbij hij in totaal 3 messen gebruikte. Het was een enorm bloedbad. Aan verdachte is te lasten gelegd de moord, dan wel doodslag van Shelley Helmi Hamad op 23 juni 2020 in Ede. Door het hoofd van Shelley vast te pakken en ongeveer 6 keer met kracht tegen de muur te werpen, te slaan of te drukken. Door Shelley met meerdere messen in totaal 51 keer te steken en te snijden. In de hals, de borststreek, de zij, de rug en op andere plaatsen op haar lichaam. Na het drama liet Tony het lichaam van Shelley liggen in huis. En heeft hij checkies gerookt en ging haar gamen. Het Openbaar Ministerie wil dat de rechter ook tbs oplegt. Een hoop gezegd, alles overwegende, is de eis van het Openbaar Ministerie in deze zaak de volgende. Dat is een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren met aftrek van voorarrest. En daarnaast de oplegging van de maatregel van ter beschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswegen. Dank u wel. De advocaat van Tony E. zei dat zijn cliënt het zelf ook niet gewild had, dit drama. Maar dat hij buiten zinnen was geweest na maandenlange ruzies. De moeder en de stiefvader van Shelley kregen ook het woord tijdens de rechtszitting. De moeder van Shelley zei dat ze Tony nooit meer wil zien. Een maand lang was de Proosdijvijver in Ede verboden terrein om te vissen. Er werd namelijk jacht gemaakt op de rode Amerikaanse rivierkreeft. De professionele vissers van onderzoeksbureau ATKB die kregen daarbij hulp van de lokale hengelsportvereniging Voor Ons Plezier. En met resultaat, er zijn 12.000 exemplaren gevangen. Vrouwtje, 9. De vissers van hengelsportvereniging Voor Ons Plezier uit Ede helpen actief mee om hun proosdijvijver weer terug te krijgen. Beetje bij beetje is deze de laatste jaren in bezit gekomen van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Op aandringen van de vereniging is de vijver afgelopen.
maand afgesloten voor het publiek om zo met fuiken en korven frontaal de aanval in te zetten. Wij gaven wel richting de gemeente aan, nou, wij verwachten dat er toch wel een 2,000, 3,000, 4,000 van die kreeften rond zullen lopen, gezien dat wij ze al vangen. Toen ja, de eerste dagen de kreeften aan land kwamen met het afvangen hier zo, de eerste dag ruim 90 kilo. Je kunt je voorstellen dat dat voor ons een grote schok was. En die schok werd groter en groter, want in een maand tijd zijn er ruim 12.000 rivierkreeften gevangen. Met een grote schare woeden ze de vijver langzaam om tot modderpoel. En met een holen in de oevers zorgen de kreeften letterlijk voor halsbrekende toeren. Hoe is? Nou, het gevaar hier is, als hier kinderen lopen, dat hier de enkels verstuiken, in het water vallen. Het is gewoon gevaarlijk. De jacht op de rivierkreeft zelf is trouwens ook niet zonder risico. Ze hoeven je maar even te raken met die schare. Je hebt gelijk beschadigingen. Net als kreeftexperts zijn ook de leden van de visvereniging het erover eens. De Amerikaanse rivierkreeft is in Nederland een blijvertje. Ja, je zal waarschijnlijk één keer in de 2, 3 jaar, misschien een aantal weken, achter elkaar moeten vangen, helaas. Ja, en de vangst uit Ede die gaat naar een visserij in Lekkerkerk. Daar worden de diertjes voorbereid om onder meer naar restaurants te gaan. Ramona de Waard doet samen met haar man Jan in rivierkreeften. Jan vangt ze en Ramona verzorgt ze. Ze verkopen aan de groothandel, maar ook aan restaurants. Restaurants die vinden echt alles wat aan diertje is, is bruikbaar. Want je kan er ook een bisque van maken, dat is een soort bouillon. De vele duizenden kreeften uit de proosdijvijver in Ede zijn ook naar het bedrijf in Lekkerkerk gegaan. Maar van de bijna 450 kilo was er maar 150 kilo in leven. Het feit dat ze te veel aangeraakt, gepakt en gedaan worden, daar kunnen ze niet tegen. Dat is te veel. En dan overleven de kreeften het niet. Ondanks de imposante scharen zijn het namelijk delicate dieren waar voorzichtig mee omgegaan moet worden. Eigenlijk moeten ze vanuit de fuiken in een bak en vanuit die bak sorteren wat er dood is en levend gelijk bam weer in het schone water. En daar moet het bij laten. En omdat dat niet gebeurt, gaan er honderden kilo's verloren. En dat doet pijn, want rivierkreeft is goede handel. Kan gemiddeld 500 kilo per week, als het niet meer is, nu al wegzetten. Zoveel vraag is er. Maar ik heb het niet. Hier zit, ik denk nog ineens 3 kilo in de bak. Met 18 jaar is hij de jongste solopiloot ooit die de hele wereld overvloog. En vandaag volbracht hij zijn avontuur in Teuge. I feel great. It's awesome. Een coronaprik halen onder het rustgevend geluid van een cello. Dat kon vanmiddag in Arnhem, waar een cellist van het Gelders Orkest Fion wat sfeer kan brengen. En dat klonk zo. Ik vind het heerlijk relax. Ik geniet er eigenlijk wel heel erg van. Het is echt gewoon een privéconcert. Dus ik blijf ook gewoon echt het volle kwartier hier zitten. Sommigen luisteren, sommigen laten het over zich heen komen. Anderen zitten er helemaal in. Ik krijg alleen aardige reacties. Dus de onaardigen zijn buiten mijn blikveld. Doetinchem is een miljonair rijker. Op een heel lot viel dit weekend de hoofdprijs van 1 miljoen euro bij een landelijke loterij. De organisatie maakte vandaag bekend dat het lot is gekocht in een supermarkt in de binnenstad. De prijs had nog hoger kunnen uitvallen, want de jackpot die bleef uit. Grensrechter Sander van Roekel uit Ede is weer thuis. Gisteravond stond Van Roekel nog op het veld van Wembley in Londen voor de EK-finale tussen Engeland en winnaar Italië. Van Roekel kwam zojuist met het Nederlands scheidsrechtersteam aan op Schiphol. De arbiter kwam al 4 keer eerder uit op een eindtoernooi, maar mocht nu deel uitmaken van de eerste finale ooit onder Nederlandse leiding. De voetbalbond KNVB die riep hem uit tot bondsridder. De piratencultuur van Noord- en Oost-Nederland is hard op weg immaterieel-cultureel erfgoed te worden. Een groep vrijwilligers die wacht momenteel op een uitslag van de jury of de status wordt toegekend of niet. Maar hoe zit dat eigenlijk in Gelderland? Leeft dat hier ook, de piratencultuur? De geluidsdagnummer en nummer 2 aan de band voor u, DWP Radio. We zijn nu in de DWP-studio van onze illegale zender in Hondshoek. Waar we elke maandag een uitzending proberen te maken.
hier in de buurt leeft het denk ik wel heel, heel erg. En ik denk steeds meer, ook met de coronacrisis nou we net gehad hebben. Daar zijn ja, toch heel veel uitgaansgelegenheden zijn nou niet meer. Als je kijkt naar het aantal piraten hier in de buurt, ja, dat aantal dat groeit eigenlijk snel. Wel heel veel ja, relatief jonge jongens die nu op dit moment ook met een geheimzender aan de slag gaan. Ja, ik denk dat het misschien wel verdriedubbeld is in de afgelopen jaren. De zendmast van deze piraten staat ergens in een bos. Als ze gepakt worden, zijn ze hem kwijt en hangt hem bovendien een flinke boete boven het hoofd. Maar de piraten hebben het er voor over. Ja, gewoon de schrik die je met elkaar hebt en dat je mooie platen op kunt leggen. En de platen die je zelf ook hebt gekocht, wat een beetje bij jou past. Dat is wel mooi. En dat je de mensen er ook mee kunt vermaken. Ja, dat is gewoon. Dat heeft wel wat, ja. Ja. Dat de piratencultuur nu in de race is om immaterieel cultureel erfgoed te worden, vinden ze in Holterhoek een goede zaak. Als je kijkt naar hoeveel mensen eigenlijk toch de piratenmuziek omarmen. En dagelijks luisteren en eigenlijk ook bijvoorbeeld op het werk. Want iedere dag naar piratenmuziek luisteren, dan denk ik ja, dat mag best een beetje waardering verdienen. Dus abonnees luisteraars, dit was Station DWP. 10 jaar geleden vluchtte Mohammed Hassan uit Syrië. En al die tijd heeft hij zijn familie niet meer gezien. Hij vindt troost in de plantenzaak die hij de laatste jaren heeft opgebouwd in Tiel. Hij is hard op weg om zijn droom voor een echt tuincentrum te beginnen. Maar het lijkt erop dat sommigen hem dat succes niet gunnen. Ik was heel erg verdrietig voor mijn vader. Hij was heel ziek. Opeens ik zag al mijn planten gewoon hangen. Verdrietig, net als ik. Dus planten echt te gevoelig. Hoe jij voelt, jouw planten ook voelt dat. Mohammed Hassan houdt veel van planten. Na zijn vlucht uit Syrië probeert hij in Tiel een klein tuincentrum op te bouwen. Dat valt niet mee. Door corona moest hij al bijna stoppen. Heel veel verlies. 1 jaar zonder werk en alles doodgegaan. Was de winkel dicht en ik heb geen sleutel van de hek. Ik mocht er niet naar binnen. Nu lopen de zaken weer. Alleen wordt hij 's nachts steeds bestolen. Grote planten steeds. Duurdere planten en de echt kostbare planten. En daar hebben de tent en de hekken 3 keer gewoon kapot gemaakt. Ik heb 3 keer gemeld bij de politie. Maar niks veranderd. Het lijkt erop dat iemand het specifiek op hem gemunt heeft. Maar wie en waarom blijft een raadsel. Ze willen mij gewoon kapot maken of ik niet meer hier staan. Of ze willen dat ik ga stoppen of zoiets, weet ik niet. Merci. Het is om moedeloos van te worden, maar zijn droom opgeven, dat doet Mohammed niet. Nee, die ga ik echt nooit stoppen. Zelfs als ze gaan mijn tent branden, ik ga weer doen. Het zal lukken met mij ooit een echte tuincentrum te maken. Gaat lukken, ooit. Hij is pas 18 jaar en is de jongste piloot ooit die de hele wereld is rondgevlogen. Travis Ludlow uit Engeland. En vandaag volbracht hij zijn wereldreis met een landing op de plek waar hij op 29 mei begon, vliegveld Teuge. Het was een prachtige reis. Travis zag de hele wereld onder zich voorbij trekken. En vandaag is de laatste etappe. Vanuit de Belgische Ardennen vliegt hij naar Teuge. En daarmee verbetert hij een wereldrecord, want hij is de jongste piloot ooit die de wereld rond is gevlogen. Hij wordt met een speciaal escorte binnengehaald in Teuge. I'm very glad to be back here in Teuge with this world record. Absolutely amazing and I feel great. It's awesome. Het vliegtuig was speciaal geprepareerd in Teuge en het toestel heeft het prima gehouden. Het is natuurlijk een toestel wat de hele wereld heeft rondgevlogen, heel veel landingen heeft gemaakt, heel veel uren door de lucht heeft gevlogen, door slecht weer, door goed weer. Dus we zijn al heel blij dat hij gewoon heel is aangekomen. En je ziet er helemaal niks aan. Perfect, wij zijn reet trots eigenlijk. En Travis is ook enorm trots op zijn wereldrecord. So I'm now the youngest person, officially the youngest person to fly solo around the world in a single engine aircraft. That's the aircraft right there. Hij heeft het gewoon in handen. Nou, dat is toch top, hè? Ja, superknap. Dan nog het weer. Het begon mooi, zoals hier in Doetinchem. Later trok het wat dicht. Aan het begin van de avond komt plaatselijk een regen- of onweersbui voor. En op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht overheerst de bewolking. Het wordt niet veel kouder dan 17 graden.
Morgen dan is het overwegend bewolkt met af en toe een bui. Vooral in de Achterhoek en in het Rijk van Nijmegen is het soms erg nat. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen verandert het weer niet veel. Ook woensdag en donderdag dan kan het vooral in het oosten van Gelderland af en toe flink regenen. Heel soms dan breekt de zon door en is het broeierig warm. Vanaf vrijdag dan volgt een overgang naar droog, zonniger en warmer zomerweer. Tot zover het Gelders nieuws op onze site gld.nl en op onze app. Meer over Gelderse voetballers die ooit een pikante transfer maakten. Aanvaller Steven Berghuis uit Apeldoorn, die vertrekt namelijk van Feyenoord naar Ajax. Nog een mooie avond verder.